vertel even wie jullie zijn. Ik ben Petra van Boetselaar en dit is mijn zoon Robert. Wat is het verhaal wat jullie willen vertellen? Robert wilde graag voor zijn 17e verjaardag een discofeest. En over het algemeen is dat geen probleem, maar in Roberts geval wel. Robert heeft niet aangeboren hersenletsel, gaat naar speciaal onderwijs. En al zijn vrienden die hij graag wilde uitnodigen voor dat feest, gaan ook naar speciaal onderwijs. Dus hoe regel ik dat? Ik wist in ieder geval dat ik dat niet alleen kon. Dus ik ben gaan rondvragen. Ik wil graag een discofeest houden. Waar moet ik zijn? Bij wie kan ik terecht? Nou, de eerste die een goede tip gaf was onze ambulant begeleider. Die zei, oh, bij ons werkt een vrijwilligerscoördinator. Die zal ik wel even vragen. Nou, dat waren de eerste twee vrijwilligers die zij kon regelen om mee te helpen op het discofeest. En gaandeweg kwamen we uit bij de medewerker, Dien je stad, bij Goede Buur Ede. En al met al hebben we voor dat jaar van zijn 17e verjaardag 8 vrijwilligers kunnen vinden op die manier. Die allemaal taken toebedeeld kregen om de kinderen te helpen die op Roberts feest kwamen. En de ene was een rolstoeler en de andere had wat hulp nodig bij het drinken. En die vrijwilligers die wilden allemaal heel graag meehelpen. En hoeveel mensen kwamen er op het feest? 8. 8 vrijwilligers en 8 kinderen. Dat het was is het. Niet bij één keer gebleven, hè? Het is niet bij één keer gebleven, nee. Want Robert die wordt deze november, wordt dit jaar 20. Ja. Dus we hebben sindsdien alweer 2 feesten gehad. Ja. Was leuk, hè, Robert? Ja. Ja, was een leuk feest? Ja. Vertel eens heel kort. Al je vrienden kwamen? Ja. Het tweede feest kwamen er 12 vrienden. Want ze hadden gehoord van elkaar dat het wel heel erg leuk was. Op speciaal onderwijs krijgen de kinderen 1 keer per jaar krijgen ze een eindfeest en dat was het. En daartussendoor zijn er eigenlijk haast geen verjaardagsfeestjes. Het derde jaar kwamen er 21 geloof ik. Het derde jaar kwamen er 21 en 12 vrijwilligers. En die vrijwilligers blijven komen, want ze vinden het zo leuk. Ja. En ik hoop dat we dit jaar nog 1 keer kunnen organiseren, ook voor de vrijwilligers. Want het is iedere keer weer een feestje. Ja, ik weet dat je nog een tweede verhaal hebt in een hele korte tijd. Vertel snel dat tweede verhaal. Voetballen in de wijk. Er is een club mannen bij ons in de wijk in de Rietkampen die elke zaterdag om 8:30 voetbalt. Robert vindt het ook leuk om te voetballen. Kan zelf niet voetballen, maar vindt het wel leuk om de bal op te halen voor die mannen. Dus dat is een goed plan. Dat ging hartstikke goed totdat de mannen besloten om te verhuizen naar een ander veldje. Want dat veldje was niet goed meer. Wat doen ze nu? Ze komen Robert elke ochtend ophalen om mee te gaan naar voetbal. En hij wordt ook weer keurig netjes thuisgebracht daarna. Participatie op en top. Kun je nog heel kort vertellen, wat zou je graag willen? Dit is een voorbeeld eigenlijk om aan te geven hoe simpel het is om mensen te laten participeren in de samenleving. En ook vooral om aan te geven, om te laten weten wat je wilt. Laat het niet bij jezelf, maar vertel om je heen wat je wilt. En zorg ervoor dat mensen je op die manier kunnen helpen. Je kunt zoveel bereiken met z'n allen. Petra en Robert, dank jullie wel. Dank je wel.